Vrienden, we hebben de eerste artiest zitten hier live in de studio. En natuurlijk is het een man die eigenlijk nooit opvalt. Dat klinkt heel raar wat ik nu zeg. Ja, hij zingt als de beste, maar hij valt nooit op. We stonden een aantal maanden geleden stonden we weer ergens met een artiestendag voor gehandicapten. Een heel buffet bij enzovoort. Dat mocht ik dan presenteren. Ik ging er eigenlijk naartoe voor het eten, maar... Dat mag je dan weer niet zeggen. Nee, dat is flauwekul. Nee, ik doe een hele hoop en heel graag alles voor gehandicapte medemensen. En, dat doet hij ook. En dan staat hij daar en dan gaat hij zingen. En dan zeggen de mensen, yo, man, wat heeft die gozer een stem. En zo druppelt hij langzaam maar lee, loopt hij een beetje binnen bij de artiesten die hem iedere keer wat meer weten te vinden. Met trots kondig ik u aan hier in de studio. Hier is Leslie van Gorp. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Wat heb jij toch dat je zegt van, ik hoef niet op de voorgrond, laat mij maar lekker mijn gang gaan. En als je dan staat te zingen en zoals ze dat in de artiestenwereld zeggen, je trekt je strot open, dat dan mensen staan van, zo, goedemorgen. Ja. Waarom treed je niet meer op de voorgrond? Wij gaan gewoon lekker stapgewijs gaan met omhoog. Oké. Okay. Want als ik in één keer van, nou hier ben ik, ga doen, dan kun je ook hard vallen. Oké. Okay. Heel hoog. Ja, als je heel hoog gaat en in één keer hoog gaat grijpen, dan kan ook verkeerd uitwerken. Mm-hmm. En dan doe ik het liever zo. Ja. De mysterie. Gewoon niet van je hoeft ook niet te tekenen bij een energy of je hoeft ook niet te tekenen bij een berg of wat dan ook. Is dat een wens van je of zeg je van nee, laat mij ik maar gewoon... Ik heb een platencontract. Waar? Seven Hills Music. Seven Hills? Ja. Oké. Okay. Dat is ook niet een van de eerste de beste. Nee, vertel je me weer wat die nieuws, ja, wat het is niet is. Nieuws, hè? Kijk, het is een nieuw bedrijf en ja. Omhoog aan het klimmen. Ja. En dat gaat super. Het gaat zeker super. Want ik zie op Facebook zie ik je oefenen in een hele grote loods. Ja. Ja. En ik hoor net al, ik heb met de buren geen rekening te houden. Dus dat is natuurlijk al lekker. Ja. Ja. Ik zie je ook iedere keer wat meer binnendruppelen op allerlei presentaties en ook dingen. Van mensen die je hebben horen zingen. Je bent dan graag gezien een gast bij wijze van spreken bij de Melodiva's. Ja, zijn eigen vriendinnen van me, ja. Ja, dat meiden doen het hartstikke goed. Ja, zijn schatten en die hebben echt mijn hart gestolen. Ja, het zijn ook meiden inderdaad met een gouden hart. Ja. En die hebben jou ook weer opgepikt eigenlijk in het Fletcher Hotel in Rosmalen, als ik daar even reclame voor mag maken, bij die gehandicaptenmiddag die we daar hadden voor de minder valide. Ja, daar heb ik ze leren kennen. Vanaf die tijd is het voor mij... Ben je op aas gegaan? Ja. En nou, een nieuwe single. Een nieuwe, ja. Ja? Ja. Vertel, want hij komt bij Manfred Nelis. Jonge Nelis komt hij uit de studio? Ja, hij komt daar vandaan. Hij is geschreven door Carlo Verkooyen. Ja, de broer van. De broer van. Ja. En ik heb echt mijn levensverhaal bij Manfred neergelegd. Mm-hmm. En die heeft het doorgespeeld naar Carlo. Ja. En die heeft er gewoon iets geweldigs van gemaakt. Een waanzinnige single van gemaakt. Ja, echt. Ja. Super. Wat is je levensverhaal? Het nummer. Ja. Wat een geweldig antwoord. Yeah. Ja, dan denk ik, nou gaan we het krijgen hoor. Ik denk, nou komt er 10 minuten komt het van tranen tot en met dikke hart. Ja, dat wil je niet, hè? Dat wil je nee. Niet. Nee. Maar jouw leven staat beschreven op deze CD, op deze single-CD. Op een nette manier. Ja. Op een nette manier. Ja. Ja, zonder dat je daar heel veel diepgang aan geeft. Ja, ja. Het staat echt in het nummer geschreven van dat ik het toch gehaald heb. Ja. En toch verder op mijn eigen poten ga. Ja. Want hoe oud ben je als ik vraag mag wezen? 30. 30. Nou ja, goed, ik ben 60, dus ik voel me 30. Ja, maar ik ben net zo grijs als jou aan het worden, dus dat vind ik wel erg. Ja, maar dit is... Voor de luisteraars thuis, ik heb een kleurspoelinkje. Nee, maar moet je horen, het is maar net zo, je bent zo oud als dat je je voelt. Ja, joh, ik voel mij zeer jong, dus ja. En mijn vrouw en mijn kinderen, jou me heel jong. Ja, je hebt een mooi gezinnetje. Ja. Ja, toch? Ja. Hey, hoeveel single hebben we nu? In handen, van jou? Dit is de tweede. Ja, hè? Je bent ook geen baartaart wat singles aangaat. Hè? Je hebt zoiets van, ik heb lekkere covers en bla. Ja. Maar het is niet zo dat we om de 3 maanden van jou een single moeten verwachten. Op het moment gaan wij in het jaar toch 3 à 4 singles uitbrengen. Oké, okay, en dat is met ingang van 2018? Nee, dat is nou wel. Nou wel? Ja. Dus we moeten voor het einde van het jaar moeten we nog wat van je verwachten dan? 18 november komt alweer mijn tweede nieuwe single. Je lult. Nee. Echt waar? Nee, echt. Ja. Oké, okay, dat is wel heel kort op elkaar. Ja, heel kort. We zijn er echt volop werk aan het maken. Mm-hmm. En Tony van Bokstel is mijn platenbaas. Ja. En, die schrijft ook mijn nummers. Mm-hmm. Mijn nieuwe. En, is dat de Tony van Bokstel van met tranen in je ogen ben je blind? Ja, die is het. Oké. Okay. Ja. Dat is ook natuurlijk een man die gepokt en gemazeld is in de artiestenwereld. Ja, die...
Die, op een, ja, die weet gewoon de wegen en de ingangen en die weet waar hij het over heeft. Ja. En dat is goed voor mij en goed voor hem. En okay. die samenwerking is gewoon heel goed en we zijn tevens ook heel goede vrienden. Dus. Ga jij hem nog een keertje cufferen? Met vingers in je oren ben je doof? Nee. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dat doe ik hem niet aan. Nee, maar goed, maar het is vaak zo, als je een bekende zanger hebt die ook voor jou die teksten schrijft en zo, dat ze ook vaak zeggen van joh, ik vind het helemaal niet erg als jij op een gegeven moment mijn nummers gaat zingen. Nee, weet je wat het is, net als vorige week ook, dan stuurt je me een berichtje van is er al een nieuw nummer en dat was er nog niet. Nee. Nog geen 10 minuten later krijg ik gewoon een nieuwe demo. Een nummer waar hij wilde uitbrengen op hem. Ja. CD. Oké, en dat heeft hij niet gedaan, dat heeft hij aan jou geschonken. Dat heeft hij aan mij gegeven, ja. Dat is natuurlijk wel een hele nette manier van samenwerken. Ja. Ja, dat je jezelf even wegcijfert als platenbaas, CQ producer, CQ management, blablabla. Ja. Om toch je zanger voorrang te geven ten opzichte van jezelf. Ja. Ja, ja, het is gewoon echt. Ja, ik vind het stom dat je mag vergeven, want ik vind het gewoon een geweldig nummer. Ja. Hoe ben je in contact gekomen met Tony? We zijn al jaren toch bevriend. Ja. En op een gegeven moment heeft mijn vrouw eigenlijk gezegd van, ik zal toch eens een keer een berichtje naar hem toesturen, want hij had meerdere malen gevraagd, kom een keer naar mij toe. Mm-hmm. En daar hebben ze eigenlijk op gehad en vanaf die tijd zijn we in gesprek gegaan en zijn we heel goed uitgekomen. Oké, dat heeft je bepaald, gewoon ook een bepaalde rust in je leven gegeven. Ja, dat je niet meer hoeft te zoeken. En, ja, er gaat toch een heel stress van je af. Je hebt, ja. De mensen achter je staan, de plukking, de schrijver, de producer, hè, die alles opnemen ja. doet. Dus, ja, dat is voor jezelf een heel hoop werk van je schouder af. Ja, dat geloof ik achter elkaar. Ja. En dat doet hij allemaal? Ja. Ook het pluggen en nee, de pluggen, wij gaan naar een andere plugger toe en dat is Hit It. Ja. Kasper. Ja. Die gaat mijn nieuwe single plukken. Ja. Mijn oude, ondanks alles is geplukt door Frans van Aalst. Ja. Hans van Aalst. Ja, ik moet het goed zeggen. Hans van Aalst. Is dat de Hans? Ja. Ja, nee, we kennen hem. Ja, nee. Dus die heeft ondanks alles geplukt. Ja. En ja, zo gaan we steeds verder omhoog. Oké, want Kasper is natuurlijk ook een van de jongens die wel weet waar Abraham de Mosterd haalt. De laatste tijd zie je niks anders als Hiddert. Nee, klopt. Als ik ook kijk in de 100% NL, Oranje NL, ja. en je ziet hoeveel nummers van Hiddert daarin staan. Ja. Ja, samen met Score Promotion, dan denk ik van ja, die beheersen eigenlijk toch wel een klein beetje de hele hitparade, dus wat Nederlandstalige muziek aangaat. Ja, ze zijn zeer gewaardeerd en ook die gaan natuurlijk steeds verder omhoog. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk gek als ik er niet mee inga. Nee, duidelijk. Ja. Hey, in november komt weer jouw nieuwe nummer uit. We hebben nu net jouw nieuwe CD. Ja. Ja. Wat gaat het nieuwe nummer worden, of mag je daar nog niet over praten? Een foxtrot. Een foxtrot? Ja. Dus eigenlijk lekker een dansbaar nummer? Ja, je kan er wel dansen. Oké. Ja. Ja, en wat nog meer? Ja, er zit ook wel ook een heel mooi verhaal in. Ja, dus, maar ja, dat wil ik weten namelijk. Kijk, dat het de foxtrot is, dat is allemaal een rotzooi. Nee, ik wil het verhaal achter de plaat. Ja, maar die krijg je niet te weten. Nee, er zit gewoon een super mooie tekst in. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die er eigenlijk in kan vinden. Oké, dus is echt iets. Laat ik het zo zeggen. Het is luisterbaar en dansbaar. Ja. Dan heb je een succesvol. Ja. Want de mensen kunnen erop dansen, maar ze kunnen er ook bij gaan zitten en lekker gaan luisteren. Ja. Ja. Hey, nu ben je bij deze nieuwe single uitgekomen die we hier in onze handen hebben, Ondanks Alles. Ja. Ja. Het is jouw levenslied. Ja, helemaal. Ja. We gaan hem zo meteen natuurlijk draaien. Ik wil altijd het slot van een artiest weten. Waar ben je terugvindbaar op de sociale media? Voor mensen die graag wat meer van je willen weten. SevenHillsMusic.nl. Ja. En op mijn eigen Facebook, Wesley van Gorp. Wesley van Gorp. En Wesley is met E lange eien. E Griekse eien. Ja. Griekse eien. Zonder puntjes. Zonder puntjes. Voor de mensen. Duidelijk. Ja, je mag het erop zetten als je het mooi vindt. Maar... Ja. Je mag een puntje erop zetten. Ja, van mij mag je. Zolang je er mij maar verder niet meer lastig vond. Dus ja, dat mag wel. Ja, ja. Dit weekend nog optreden? Nee, ik heb dit weekend gelukkig vrij. Oh, dus wel lekker. Ja. Lekker bij vrouwen en kindjes met dat prachtige uur. Ja, maar dat is lekker bij de laatste ook, want ik zit echt maanden vol. Ja. Ja, Tony heeft ook een evenementen allemaal staan. En je CD-presentatie. Mijn eigen CD-presentatie en evenementen door heel het land heen. Dus ik zit van Emmen tot aan Groningen, dus dat kun je nagaan. Is alleen maar goed. Alleen maar goed. Dan leren de mensen je tenminste kennen. Ja. Ja. Nog even over je cd-presentatie. Waar wordt die gehouden, wanneer en hoe laat en welke artiesten komen er? 18 november. Ja. Yeah. Café de Chang in Den Bosch. Oh. Gezellig. Je bent erbij, hè? Jazeker. Ja.
De zaal gaat open vanaf 7, 8 uur beginnen we tot het klokje van 2. Kijk, ja. Tot 2 uur 's nachts. Ja. Dat wordt een groot feest. Ja, kaarten nog in de voorverkoop even? Kaarten zijn al te kopen bij Café de Chang. Ja. Of via ons zelf. Ja. En dan zullen wij dus naar je toe komen. Top. Ja, welke artiest heb je staan? Weet je dat ze uit je hoofd? Uit mijn bolle hoofd. Tony van Boxel natuurlijk. Kobus Engels, Frankie Falcon, Manfred Jongelelis. Kortom, je hebt gewoon... Leentje Helmans, ja, kortom, er staan er zoveel, joh. Leentje doet er nog eentje. Leentje doet er nog eentje, nou, ja, doet er wel een paar meer. Die jongen, die man, die heeft echt... Geweldig. Een geweldige stem. Ja, absoluut. Ja. Wij gaan je nieuwe single draaien, man. Super. Ja. Moet je nog door? Ik blijf vragen. Ik blijf, en voor de rest ga je lekker naar huis genieten van een mooi weekend. Ik blijf lekker bij jou hangen. Helemaal top. Meer dan van harte welkom. Kerel, hartstikke bedankt voor je medewerking. Graag gedaan. Ja, en heel graag tot, laten we afspreken voor november. Met je nieuwe single. Ja. Ja toch? Ja. Dankjewel. Doei. Ondanks alles ben ik trots op wie ik ben. Op de vader en de man die ik nu ben. Ook al zat het in het leven mij niet altijd mee. Ik zal met niemand willen ruilen, want ik ben tevreden. Ondanks alles ben ik trots op wie ik ben. Op mijn jongens en op jou mijn grootste fan. Wij kunnen samen alles aan, ook al vloeit er soms een traan. Het maakt niet uit hoe gek, wij zullen het doorstaan. Geloof, hoop en liefde zijn mij wel bekend. Zij vormden mijn leven op elk moment. Al vroeg kwam ik op eigen benen te staan. Met vallen en opstaan ben ik doorgegaan. Waar waren de vrienden die ik heb gekend? Zij waren gevlogen, adres onbekend. Toch ben ik zo dankbaar voor al wat toen was. Want nu begrijp ik het pas. Ondanks alles ben ik trots op wie ik ben. Op de vader en de man die ik nu ben. Ook al zat het in het leven mij niet altijd mee. Ik zal met niemand willen ruilen, want ik ben tevreden. Ondanks alles ben ik trots op wie ik ben. Op mijn jongens en op jou mijn grootste fan. Ook al vloeit er soms een traan. Het maakt niet uit hoe gek, wij zullen het doorstaan. Niemand begreep me of zag mijn verdriet. De zeeën van tranen die ik achterliet. Moe van het strijden viel ik vaak in slaap. Boos op de wereld en boos op het kwaad. Als in een sprookje beschreven zo mooi. Werd jij toen mijn liefde, mijn alles, mijn prooi. Jij gaf me twee kinderen, wat zijn me toch rijk. Ik smelt als ik naar jullie kijk. Ik ben op mijn jongens en op jou mijn grootste fan. Wij kunnen samen alles aan, ook al vloeit er soms een traan.